Hier hangt Animankus. En dat is, vind ik, het mooiste schilderij wat we van Mankus hebben. En eigenlijk is het ook een van de mooiste portretten uit de Nederlandse moderne kunstgeschiedenis. Misschien wel überhaupt de Nederlandse kunstgeschiedenis. Ja, het is gewoon een heel lieflijk portret. Het is een ontroerend schilderij. Nee, heerlijker denkbaar dan zomer in Knijpen bestaat niet. Als je milder weer om je heen voelt, als het zo fijn licht is en ook reeds zo lang 's avonds, dan is men zo vanzelf aan het werk. Het werk wat weer het begin is van een periode die je toelacht als nooit. Dit is tijdloze kunst. Hè? Dus als er een 20 jaar weer een tentoonstelling van Mankus komt, ben ik ervan overtuigd dat dat nog meer bewondering zal als Jutterdij. Twintig jaar geleden maakte Griet van Duin de film De Dreigende Werkelijkheid over het leven en werk van de kunstenaar Jan Mankus van de Kniepen. Op basis van die film maken Friesland Doc de navolgende documentaire. Het is zo bijzonder, dit schilderijtje, omdat hij vooral suggereert. Het is bijna niks. Jan Mankus verstoor 100 jaar lang. Museum Moor in Gorssel en Museum Belvedere op het Heerenveen exposeren dit hier een gruttal werken van de kunstenaar, omdat zijn schilderijen en tekeningen nog altijd een soort mensen aanspreekt, mooi neemt, ontroert. Maar wat weten we van deze man die dit mooie en verstilde werk maken heeft? Ja, Mankus is een belangrijke kunstenaar omdat hij in het begin van de vorige eeuw, en dat was eigenlijk de tijd van het opkomende modernisme, waarin allerlei kunstenaars zich manifesteerden, zoals Mondriaan, echt de avant-garde, en die toen toch bleef kijken nog naar het verleden, naar de grote kunsthistorische ontwikkelingen, en die zich daardoor ook liet inspireren. Dat deed hij op een hele eigentijdse, een bijzondere manier. Technisch hoogstaand. Zeer geliefd, destijds al. Hij had toen al een grote club van bewonderaars, verzamelaars. Sowieso mensen die ook naar tentoonstellingen gingen kijken. En het werk niet konden kopen. Dus hij werd al goed verkocht tijdens zijn leven? Hij is altijd goed verkocht. Onder andere ook voor de kleinere beurs. Hij heeft vrij veel grafiek gemaakt, die ook bijzonder is, die we nu niet laten zien. Maar hij heeft het altijd goed gedaan. Aangezien het zuiver geestelijke, het onnoembare, niet te noemen is, neemt men de stoffelijke dingen te baat als middel. Schilderen bedoelt dan ook niet te zijn dan de te geven reactie der geest, ziel, op de stoffelijke dingen, om daarmee het onnoembare naar buiten te brengen. Het gaat om de ziel van de dingen. Hè? Ik wat in hemzelf zie, er is een soort synergie tussen de ziel van de dingen en van hemzelf. Of zijn grutsheid, hoe ze het maar zissen worst. Nou, en daarin, hoe moet ik dat zissen? Daarin onderscheid zich ik van orenskillers. Omdat ik bij orenskillers altijd iets vind van God, moest ik zien hoe goed ik een schilder ken. Nou, dat is bij hem nooit aan de wadder. Bij hem ging het altijd om het onderwerp. En de ene keer is het zijn buurman, en de andere keer is het een jonkje, de andere keer is het een vogel. Maar het zijn altijd dingen die om hem heen binnen. Maar dit spul dat hier ik al hier al weten. En daar heb ik weer al je tekeningen en prenten van hem. Dit hier is mijn vroegere schilderijken, de raamte van dat moeske. Dat hebben we in zo'n zwart lijstje. Dat weet ik net grote trouwens. Het is een hele paar, denk je. Mijn mem wie een zuster van Jan Mankus. En is mem wie de hoogste.
En toen kwam oom Kees dan, die naar Amerika gegaan is, en toen kwam Jan. Paken jette Bijnt Mankers, die weer commis bij de Duitse grens toen. En Beppe jette Jentje Hartsuiker. En waar kwamen ze wij? En Paken kwam oorspronkelijk, dat wie oorspronkelijk een knipster, daar heb ik nou een heel verhaal van. En dan Beppe, die het hij kennen leert, totdat hij de commis weer in Oud Marsum die kwam nu. En toen het hij haar de kennen leert. Daar komt zij oorspronkelijk bij. Grootmoe zijn we altijd, opa en grootmoe. Maar ik heb opa ik nooit kent. Die is ik al net zo hard. Maar grootmoe hebben dan wel heel goed kent. Daar zit ze achter huis. Zo, daar heeft ze ook weer zo'n kapka of zo'n ding op. Zo, hier, hij tekent ook een soort BM, hè? Hier ja. Heb ik de BM naar de Waardsterdijk en naar de Zwermerdijk. En zo hier van die lange BM toestanden. En dit wie ik weer opa, Bijnt Mankers, de vader van Jan Mankers. En dit is dan zijn zelfportret van hem. Ik heb hem net kent. Nee, want ik wie saai hier, toen moest ik naar Squalata en dan hield ze vroeger van moorden. Dan bracht mem de benne eerst de eerste dag naar Squallen op. En toen moest dus mem krijgt die dag naar Eerbeek, naar de begrafenis van oom Jan. Dus is mem weer naar thuis. Toen moest ik met de buurvrouw, maar hier van de orde bij moest ik naar Squallen. Dat vond ik toen zo vreemd, dat is mem met mij jong. Maar die wie toen krijgt op begrafenis. Ik combineer mijn werk met zijn werk. Of tenminste, ik schep iets nieuws met wat hij heeft gemaakt en wat ik heb gemaakt. Dit is Jan Mankers, ja, zelf portret. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Ik denk in de 20 was ik. En ik was in een museum ergens, volgens mij in Engeland. En daar heb ik een werkje van hem gezien. En ja, daar was ik verliefd op gelijk. Ik weet zo dat het een geitje was, maar ook al die tinten waar je naar binnen ging en die sfeer die er omheen zat en die stilte die voelbaar was. En misschien ook wat het leed, wat ook voelbaar is in zijn werk. Ja, dat was ik. Ja, dat, het gaf ook licht. Zijn werk geeft op een bepaalde manier licht. Dus toen was ik, weet ik nog wel, dat ik daar helemaal van onder indruk was. Dat ik bij die expositie gewoon daar blijf staan. De rest hoeft er niet meer. Het is nooit groots en meeslepend wat hij maakte. Geen groepsportret. Hij maakte hooguit een portretje van zijn vrouw of van wat kinderen uit de omgeving, van zijn vader of van zijn moeder. Een huisje, arbeidershuisje, in de kniepen, graspolletjes, dooie muisjes, dooie vogeltjes. Het uitzicht, ik en de buitenwereld, maar vlakbij huis, zeg maar. Hij schilderde nooit ver van huis. Nee, hij schilderde nooit ver van huis. Ook later niet. Toen hij in Den Haag woonde, dan schilderde hij daar de duinen of het strand. Ook wel met moderne elementen soms. Een treintje, maar altijd in de buurt. We staan hier bij het hoes, of ja... Het hoes, het is het hoes net meer. Het is de plaats waar zijn ouderlijk huis heeft gestaan. He, dat is hier aan het meer. Al zijn brieven, daar had hij ook boven bij de datum op het meer gezet. Want dat is de plek waar we nu zijn. En dit huis, dit is in 1939 is dit gebouwd. Dus toen is zijn ouderlijk huis afgebroken. Maar het huis wat in zijn tijd uiteraard ook stond, dat staat er nu nog. En dat is dat buurhuis hiernaast. En dat heeft hij geschilderd. En dat heeft hij vanuit, zeg maar waarschijnlijk uit de voorkamer van zijn ouderlijk huis, heeft hij een prachtig schilderij gemaakt van
een blik langs het buurhuis van richting de vaart. Dit is een schilderij uit 1914. Hij gebruikt hier alweer iets fellere kleuren, want hij is in die periode raakt hij wat onder de invloed van Van Gogh. En dan zie je dat hij dus iets feller kleurgebruik gaat toepassen. Het wordt iets realistischer. En dit is dan ja, de tuin achter het huis waar zijn moeder dan wat kippen voert. En hier zouden wel de groentebedden hebben gestaan en de bloemen, we hebben al ook bedden met bloemen gehad. En zijn geit heeft hier gegraasd. Enfin, dus die sfeer die hangt hier natuurlijk nog wel een beetje. Ja. Dan hebben we hier nog een uitsjoch, uit zijn hoeswij, wat hij ook schilderd had. En dat weer zo frontaal, hè? Die komt uit. Ja, dat is de weg, de Woudste weg. En dat is de weg naar Oranjewoud. En die schijnt hij dus dagelijks gelopen te hebben. Hij had altijd een wandeling naar zijn geliefde woud. En dan liep hij die weg langs. En daar heeft hij verschillende schilderijen van gemaakt. Is die erbij, heren? En dat werd wel eens vaker, is die een langwierder? Nee, een lange zwaarste weg. Maar dat is dus net, het is de Woudste dik. Maar dit is geen Woudste, het gaat net om de Woudste dik. Hij had die stemming, die sfeer, wat ik toen beleefde, dat het hij schilderde. Dit is typisch Mankes, hè? De Woudste weg. Daar zijn verschillende schilderijen van. Zoals het toen was. Een beetje in de avondschemering met lichtjes in de verte. Vage boerderijtjes, de bomen, die er nu helaas niet meer allemaal staan. Deze omgeving die is nog herkenbaar, maar is tegenwoordig natuurlijk totaal anders. Ik denk dat er meer kunstenaars zijn die werkten in een verwante stijl, maar dat hij technisch met kop en schouders boven die kunstenaars uitsteekt. Je ziet het ook aan de ontwikkelingen op de markt, op de kunstmarkt. Er is erg veel belangstelling voor zijn werk. Steeds meer? Steeds meer. De echte topwerken zitten nu, denk ik, wel bijna op een paar na bij musea. Maar je ziet nog steeds dat de prijsontwikkeling enorm is. En dat ja, zorgt op een andere manier weer voor bekendheid. Ja. Hoe hoog kan dat worden? Nou, dat varieert heel erg. Je ziet dat de... dat de mindere werken nog niet zo, uiteraard niet zoveel opbrengen. Dat vind ik ook goed. Maar echt de topwerken, dat kan wel tot een ton of 3, 4, 5 oplopen. Mankes maakt het houtfieken van de beesten om hoes en heer. Zijn mecenas is Pauwels. Pauwels wie een sigarenhandler en kunstsammler in Den Haag. Hij stuurde hem zelfs bijzondere vogels daar. Alles wat Mankes hem wenske, waard in de kniepen bezwaren. De tram heeft een hele belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Want met die tram kwamen dus allerlei materialen uit het Westen door zijn mecenas, de heer Pauwels uit Den Haag, aangevoerd. Dus schildersbenodigdheden, linnen, kwasten, maar ook vogels. Dus er werden allerlei prachtige roofvogels in kooien met die tram vervoerd. Nou, vaak ging dat een beetje mis, want dan kwam zo'n vogel natuurlijk toch dood aan. En dan schreef hij helaas, het vogeltje leeft niet meer. Dus op een gegeven moment is dat ook opgehouden, dat dit soort kostbare roofvogels via die tram werden vervoerd. Een wonderschoon beest. Een beest uit mijn dromen hebt u mij gezonden. Al dadelijk toen ik in het kistje gluurde, kwam ik weer onder de indruk die die donsgrauwe bovenvacht geeft. Maar toen ik hem in handen en in de kooi had, wist ik niet wat ik zag. Een helder witte ondervacht. En dat is wat hem een verschijning uit een sprookje doet schijnen. Dat is eigenlijk uniek. Hij heeft al zijn werk verkocht tijdens zijn leven, want hij had een kunsthandelaar, de heer Schuller, ook uit Den Haag. En die kocht sowieso alles op wat hij maakte. Dus het was weer... De Schuller kwam dan hier naar de kniepen en nam de schilderijtjes mee. En die verkocht hij dan weer door aan particulieren. Dus Mankes is eigenlijk altijd gewaardeerd geweest. Het was het publiek wat zijn werk kocht, was het publiek van fijnproevers, van echt connoisseurs. En in die zin heeft hij nooit problemen gehad dat zijn werk niet, dat hij het niet kwijt kon raken. En dus ook eigenlijk geen geldproblemen, omdat Pauwels en Schuller hem dus helemaal onderhielden op deze manier.
Hij is opgeleid in een soort kunstnijverheid atelier. Voor glas in lood. Glas graveren, glas branden. Daarnaast een tekenopleiding. Eigenlijk helemaal geen schilderles. Hij kreeg wat adviezen van kunstenaars uit Den Haag en omgeving. Willem van Konijnenburg, Floris Verster. Dat zijn eigenlijk zijn dat een beetje kunstenaars die ook wel wat vreemd waren in die zin. Dat was de tijd van de Haagse school en van de late Haagse school. Dus vrij vlot geschilderd met een nogal pasteuze verf. Dus dik opgebracht. En dit waren ook al kunstenaars die glad schilderden. En meer de kant van een realisme uitgingen. Ja, het is een hele verstilde schilder en heel zuiver en heel behouden in alles. Het is ja, qua kleur en compositie, het is al heel weinig in wezen, maar daarom is het werk zo sterk, denk ik. Ja, ik vind het een van de beste schilders die ik ken, ook, ja. Wist nou dat het voor het eerst zeerst? Ja, dat was in Jarenvingen. Dat was een oorzicht en tongenstelling van hen. Een keer was Jelle zo op foto's en in boeken en zo, maar toen had ik het voor het eerst zien. Nou ja, dat was ik helemaal van ondersteboven. Dat is een grote ontdekking voor mij. Ja, het is heel... net stoer dan mijn verf of zo. Het is heel... heel zuiver, ja. Welke werken van Jan Manke spreken die nou het meest om? Heeft het maar voorkeuren? Ja, ik vind het zelf betreffende die uil wat... Dat vind ik een geweldige schilderij. En dat maak je ook in het echt zien. Dat kan je niet fotograferen als film. Dat biedt een hele grote verleiding, maar dat is echt... Dat vind ik heel geweldig, ja. Die fjouwer eigen natuurlijk, die onderstaren. En van die oeren en die vorm van die oeren, die kop die bij waarom komt, is een eigen spitse portret. Dit is onze absolute publiekslieveling. Het is een schilderij uit 1915 en het stelt voor de omgeving van de Kniepen, maar het is een landschap wat is ontstaan uit een aantal tekeningetjes. Er zitten allerlei toch wat decoratieve, jugendstilachtige oplossingen in die enorme bomen met die barrelende takken. En je ziet twee mensjes lopen over kronkelweggetjes. Dat is Jan Mankes zelf, dat mannetje. En die vrouw is Annie of Anne Mankes en die was dominee in de Kniepen. En die heeft hij in 1914 leren kennen en daar is hij mee getrouwd in 1915. In Jantje Nolve beroept de ministergemeente van Boppe Kniepen een vrouw als dominee. Annie Tsernike komt in de pastorie te wijen. Toen ze hier kwam, toen ze hier beroepen werden en toen ze dat beroep aannam. Nou, wie het krijgt of zo, Heerenveen voetballen. Mensen kwamen alle weer op een fiets, daar woonden ze, Sjen. Dat kon niet. Dat. Toen waren de eerste van Nederland. Van alle gezinnen, alle jaren, van Nederland. Dus alles kwam erop af. Twakken gingen we toen die snij spreken, weer twakken vol. En dat ging wel een maand lang. Hè? Want dat moet je Sjen, dat moet je mij meisje. Dat was een unicum. Ja, dat was het ook. Het was zeker een unicum. He? En wat vonden mensen ervan, toen zei je? Prachtig. Ja, ze voelden wel in de smaak. Ja, ja. De kerkruimte met de sierlijke, hoog tegen de muur oprijzende witte preekstoel, de grote lichte ramen maakte dadelijk een prettige indruk op me. Ook had ik het gevoel dat mijn woorden gemakkelijker werden opgenomen, meer ingang vonden dan in de andere dorpen waar ik had gepreekt. Hij kwam al geruime tijd geregeld bij me in de kerk.
Door zijn uiterlijk, zo verschillend van dat der boerenzonen uit de streek, was hij me dadelijk opgevallen. En de jongen zit de vreemde gast zit ertussen en de jongen met handen erdoor. En hij zei, Mankers, dat is een tasje. Nou, en dat is uiteindelijk, hè, dat flink natuurlijk, dat is kwartlien. Wie dat al kleer met die twee? Jan Mankers in zijn brieven van Don Pauwels. Het wonderen is gekomen. Zo ineens en zo plotseling dat ik het zelf nog niet bevatten kan. Ik ben verloofd. Mijn meisje is de dominee van Boven Knijpen en heet Annie Tsernike. Je zult haar leren kennen. En dan zul je weten wat voor groots en heerlijks dat voor mij betekent. Geen dag konden we ons geluk verzwijgen. Jan nam me onmiddellijk mee naar zijn ouders. Toen we gearmd voor zijn vader stonden, vond hij in zijn uiterste verbazing geen enkel woord. Zodat ik, nog steeds niet goed op de hoogte van de Friese aard, meende dat hij het niet begreep. Ik vertelde zondagsmorgens voor de preek aan de kerkenraad dat ik verloofd was met Jan Mankers. Een hunner feliciteerde me. De meesten waren haast net zo sprakeloos als Jans vader geweest. Ze was de liefde van zijn leven. En hij was de liefde van haar leven. Het jaar erop zijn ze in het huwelijk getreden. En toen is ze gestopt als predikant. En pas na zijn dood is ze weer in het ambt getreden. Ik voel mij verwant door misschien het stilstaan van hem, het stilstaan bij de dingen. Dus dan kun je alle details van iets zien. Ook de kleine dingen ga je juist naar binnen. En ja, als het een portret is, ook alles wat speelt, de geschiedenis, wat voelbaar is. Of het nou leed is of speelsigheid of plezier. Dat is wat ik bij hem herken. Eigenlijk, hij plaatst zijn onderwerp ook in het midden. En het is ook meestal één ding, één onderwerpje, één beestje of een bosje met bloemen of een portret of een geitje. En daar gaat hij de diepte in. Hij was ook ziek, hè? Hij is op zijn 30ste overleden. Dus hij heeft ook veel moeten liggen, heel veel moeten rusten. En als je rust en ligt, dan heb je ook die hele trage snelheid. En vanaf jouw toestand bezie je de dingen, maar die kan je wel veel preciezer bezien. En dat is wat ik ook herken. Ik heb ook die verminderde energie en ook heeft ook zijn voordelen, namelijk dat je stilstaat bij de dingen. Het wie om Jontje 100 hinnen grutte jermoed op het kniepen. De arbeiders in de verfening en de loonomakkerij hongen het vrije socialisme om. Haar verlosser wie Domela Nieuwenhuis. Ek Mankers ondergeert die invloed. Hij rekt het bevreunde mooi Cornelis Gauma. Gauma had, voordat hij hier kwam wonen, had hij een tijd in Ascona op de Monte Verita gewoond. Waar een hele aparte kunstenaarsgemeenschap leefde daar, dus daar was hij zeer door beïnvloed. En Gauma was natuurlijk, dat was ook de tijd, hè, natuurlijk antimilitarist, vegetariër, geheel onthouder. Natuurlijk, het vrije socialisme werd aangehangen. Het was natuurlijk een mentaliteit die Mankers zeker aansprak. En natuurlijk geen klassenstrijd, alles voor iedereen. Zo was de tijd, althans als je er gevoelig voor was. Ek Mankers hing het is weer de noorn. Hij werd vegetariër en antimilitarist. Doordat er uitlaten wie, koer in de Eerste Wereldoorlog, boetende mobilisatie bleuwen. Maar oors hie het voor hem vanzelfsprekend west om tsjenst te wegerien. Jo Mankers en Annie Tsernike trouwen op 30 september 1915.
Annie Tsernike neemt Angelique Oski als dominee op een kniepen. Ze gaan het weien naar Scheveningen. Dat liet het beste van Mankes Sinsoens. Hij had al de eerste tekenen van TBC. En daar zit dus mijn mam altijd zo ontzettend doorheen. Want ze zei, Jan weer, mannen die eet slecht. En dan gaf ik hem altijd goed op een passen, een tussendoortje. En toen trouwde maar die dominee. En ach, dan kreeg er allemaal van die liflafjes. En ze past niet goed op, weet je wel. Daar zit het arme meisje zo weer in. Maar er vent weer TBC en dat het zijn ondergang geweest. De zeelucht docht Mankes net goed. Ze verhuizen naar Eerbeek op de Veluwe. Hij laat het uitsjoch uit zijn atelier feest. Ottien, Njontjen, Achtjen, haar een jinnige zoon Bind binnenwit, is Mankes al ziek. Het zal ik het leerste hier wezen dat er werkje kan. Hij knapte die zomer nog weer wat op. Kon althans halve dagen werken. De jonge kraai, die hij in zijn ziekte zelf had besteld, zat 's morgens buiten op zijn bed, waar ik zijn slappe poten wel vasthield, zo dat Jan hem tekenen kon. Eind november verliet hij het bed niet meer. Hij zou nog anderhalf jaar moeten liggen. Zijn zachte sterven duurde lang. Om 2 uur in de nacht van de 23e april merkte ik dat hij had opgehouden te ademen. Zijn vriend LeBeau heeft zijn naam en de duur van zijn leven in een kruis gebeiteld op een steen die zijn graf dekt op het kerkhof in de Eerbeekse Hei. Onvoorstelbaar zacht en mij leerde schilderen. Dus dat is echt een van de mooiste stillevens die ik uit de 20e eeuw ken. En hier komen heel veel schilders die je aan de dag een stilleven schilderen. Beslist net aan dat. Hier was hij nog maar 25. Dus dat was heel erg jong. De meeste kunstenaars beginnen dan pas. Dus eigenlijk wat hij daarvoor heeft gedaan, toen was hij nog maar een beginnend kunstenaar. Dat realiseren mensen zich niet. Het was natuurlijk de bedoeling dat hij nog heel veel ouder zou zijn geworden. En ik denk dat hij dan nog veel belangrijker was geworden.